Jaarlijks wordt op 17 mei Wereldhypertensie of Hoge Bloeddrukdag herdacht. Deze dag is in het leven geroepen om het bewustzijn te bevorderen ten aanzien van de preventie, detectie en controle van hypertensie. Het thema was: meet uw bloeddruk nauwkeurig, controleer het en leef langer. Voor dit thema is gekozen vanwege het belang van nauwkeurige bloeddrukmeetmethoden en het bijhouden van de bloeddrukwaarde. Volgens minister Amaramadine is het gebruik van zout een van de grote oorzaken van het ontwikkelen van hoge bloeddruk. Los van zout, weet je, als arts heb je deze zaken. Voorheen zei ik aan mensen, je moet geen zout gebruiken. Dus de bloeddruk, ze zeggen, is goed, we gaan geen zout gebruiken. Na een paar weken komen zijn die bloeddrukjes nog hoger. Ja, maar wat is het? Ja, ik heb geen zout, maar ik heb wel magieblok gebruikt. Mag je namen noemen, no? Ik heb wel een bouillonblokje gebruikt. Of ik heb wel Ajinomoto gebruikt. Of ik heb wel ketchup gebruikt. We staan er niet bij stil hoeveel zout is toegevoegd in deze producten die je nog additioneel op zout inname gebruikt. En het maakt het eten natuurlijk veel lekkerder, smaakvoller. Toch? Maar we moeten wel weten dat je niet moet wachten tot die bloeddruk hoog is. Elke keer wel eigenlijk blijft, het gebruik blijft hebben. En dan hoop je elke keer dat je gaat dat die bloeddruk normaal is. Je moet preventief leven. Dat betekent je moet vooraf al weten als het niet nodig is. Toch? Chips bij wijze van spreken. Zoute snacks. Al deze zaken. We hebben wel een goede food safety en andere zaken in place. Maar staat op een pakje chips, Surinaams geproduceerde chips, hoeveel zout, hoeveel gram zout er is op zoveel gram? Nee. Snap je? Dat soort dingen moeten gaan verbeteren. Het is belangrijk om vroegtijdig te ontdekken of iemand hoge bloeddruk heeft. Dit kan namelijk leiden tot diverse gezondheidsproblemen, zoals beroerte, hartaanvallen, nieraandoeningen, blindheid, dementie en zelfs sterfte, onderstreept minister Amadine. En dat zijn wel belangrijke organen om je vitaliteit, die je vitaliteit bepalen. En de belangrijkste oorzaken van hypertensie zijn ook bekend. Dat is ruimschoots bekend. Eén is overgewicht, een inactief leven, maar het gebruik van zout is onder andere sterk gerelateerd, direct gerelateerd aan het krijgen van hoge bloeddruk, ontwikkelen van hoge bloeddruk. Dus de focus en de boodschap van het ministerie, we proberen altijd het thema te volgen, wat er wereldwijd geldt, is dat je je regelmatig moet laten controleren. Alleen door regelmatig te controleren en een actief leefstijl op na te houden, waarbij we zoutgebruik ontmoedigen, minimaliseren. We gebruiken te veel zout. Studies zijn al uitgewezen in Suriname. Er zijn studies gedaan door internisten, er zijn studies gedaan door deskundigen, dat wij in Suriname te veel suiker gebruiken. Te veel zout gebruiken. Suiker ook hoor. Maar zout gebruiken we te veel. En dat zorgt ervoor, en we staan er niet bij stil, hoeveel zout we gebruiken. Veel mensen weten niet of ze hoge bloeddruk hebben, omdat er minimale symptomen zijn. Het wordt vaak pas ontdekt na een hartaanval of beroerte. Hypertensie wordt daarom ook wel een sluipmoordenaar genoemd. Het is van eminent belang dat mensen regelmatig hun bloeddruk meten, zodat ze eventueel op tijd behandeld kunnen worden.